Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza opgenomen op 5 juni. Tweede Pinksterdag is het vandaag en dat betekent voor veel mensen nog een vrije dag. Nou, het weerbeeld vandaag is eigenlijk vrij rustig. Er zijn wolkenvelden, maar de zon die breekt ook af en toe door en lokaal kan er ook een buitje vallen. Dat is met name in de westelijke helft van het land. Het zuidoosten en zuiden houden het waarschijnlijk de hele dag droog. Ja, wolkenvelden en zon, dus vandaag. Morgen wordt dat heel anders. Dan wordt het zeer onstuimig weer. Ik heb de weerkaart er eens eventjes bijgepakt. En als ik die dan straks even stilzet. als die weerkaart aangekomen is op dinsdagmiddag. dan zien we een lage drukgebied boven Groot-Brittannië. En dat lage drukgebied dat gaat verder uitdiepen. En dan komt er uiteindelijk heel veel wind te staan aan de kust. En dat betekent dat we morgen te maken gaan krijgen met een stormachtige wind. uit het zuidwesten en later uit het westen. En dat niet alleen. Er gaan ook diverse buien vallen. Er is kans op hagel, er is kans op onweer en zware windstoten tot boven de 80 km per uur. Ook woensdag is het nog zeer onstuimig weer met het lage drukgebied ten noorden van Nederland. En ook dan vallen er nog een aantal buien. Vanaf donderdag wordt het weerbeeld geleidelijk aan rustiger en dan gaat ook de temperatuur stijgen. Vandaag wordt het zo'n 20 tot 22 graden in Nederland. Verder waait er een matige zuidwestenwind. En zoals gezegd, we zien wolkenvelden, af en toe wat zon en lokaal kan er een bui vallen. Met name in het westen en noorden van het land. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar het is wel zo dat de bewolking gaat toenemen. En de temperatuur die ligt rond zonsondergang zo op 20 graden. De minietemperaturen die liggen vannacht rond de 14 graden en dan gaat het vanuit het zuidwesten regenen en morgen overdag wordt die regen meer buiig van karakter en dan gaan stevige buien vallen met kans op hagel en onweer. In de ochtend is de wind vrij krachtig tot krachtig, maar in de middag staat er aan zee een stormachtige wind en dat is windkracht 8. Ook dus die zware windstoten tot ruim boven de 80 km per uur. En dat gaat ongetwijfeld tot problemen leiden in het verkeer. Want ook bijvoorbeeld takken van bomen kunnen dit soort windsnelheden niet makkelijk verwerken. Zeker niet nu, nu ze vol in het blad zitten en waarschijnlijk ook morgen flink nat gaan worden door al die buien die gaan vallen. Ook in de avond blijft het nog onstuimig. Woensdag dus ook nog veel wind, met name in de noordelijke helft van het land. En vallen er een aantal buien met temperaturen tussen de 15 en de 18 graden. Die temperaturen zijn een beetje vergelijkbaar met de temperaturen van morgen. Donderdag gaat de temperatuur geleidelijk aan weer omhoog. Zien we in het zuiden weer temperaturen boven de 20 graden. En ook vrijdag wordt het over het algemeen zo tussen de 19 en 23 graden. Er valt nog een enkele bui, maar droge perioden zullen overheersen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.